Van bakkersjongen tot staatssecretaris. Tot aanjager van de politieke vernieuwing. Ik zei gewoon wat ik vond. Ach, we hebben al zo'n nee-cultuur in dit land. Ik zou meneer Scheven graag een kans geven. Eindigde nog boven Johan Cruijff als Amsterdammer van de eeuw. Nou, ze hebben me gevraagd of ik hier in Amsterdam wilde komen werken. En dat heb ik ja afgezegd. Al ruim 10 jaar dood en toch, aan de vooravond van deze verkiezingen, duikt zijn naam weer op. Maakt u niet uit, dat maak ik wel uit. Nee. Jan Scheven, man van het volk. Wij wilden hem dus gedenken, het feit dat hij dus onze huizen hier heeft neergezet. Maar wat is het uiteindelijk geworden? Het is geworden dus het Jan Scheven-pad. Ja, het is een flink fietspad. Heeft het is nog een verbinding? Ruim fietspad met een wandelpad. Brede groenstroken ertussen. En het is de verbinding eigenlijk dus helemaal van aan deze zijde ligt de Gaasperplas. En dat komt dus morgenochtend. Morgen om 12 uur komt mevrouw Scheven, dat wordt dus onthullen. Ja, er staat ook wat onder. Oh, dat is dus een kernachtige uitspraken waar hij bekend om stond. Echte Amsterdammer, nam geen blad voor zijn mond. Geen bureautaal of hoe je dat noemen wil. Nee, recht voor zijn raap. Ik weet wat het is om van bijstandswet rond te komen. Of je oude weet te gaan halen en een huurverhoging te krijgen. En dat je net een nieuwe winterjas moet kopen, waar je toch ook hard aan toe bent. Van slechte woningen. Wat er kapot gaat aan huwelijken door slechte woningen. En dan vind ik het geoude hoer om over een welvaartsstaat te spreken en weet ik wat allemaal. Dat we het allemaal zo goed hebben, daar klopt geen reet van. We hebben het niet allemaal goed. Er is een grote groep die het beter heeft dan vroeger. Maar er zijn ook ontstellend veel mensen die in de rottigheid zitten. Wij zijn geen groep, zoals je in Amsterdam ook veel hebben, die dus de hele buurt coveren en zelf de acties bepalen. Wij zijn omgevormd eigenlijk tot een soort serviceapparaat voor straatcomité's. Dus het wordt nu zo, dat blijft dezelfde ruimtes die je hier nu ziet. De tuinen van de mensen blijven hun eigen tuinen. Maar als iemand dus zegt van het wordt zo leuk en bijvoorbeeld nieuwe bewoners die daar komen met kinderen. Die kunnen bijvoorbeeld, en dat hopen we, beginnen met een poortje achter te maken. En misschien wel een schutting weg te halen, zodat het bij het terrein getrokken wordt. Maar iemand die behoefte niet heeft, die houdt gewoon zijn eigen schutting. Na de lagere school ben ik een jaar naar de MULO geweest, of bijna een jaar. Toen ben ik overgegaan naar de Bisschoppelijke Nijverheidsschool. Een opleiding gehad voor de pakketbakkerij. Dat duurde ongeveer toen ik 16 jaar was. Toen ben ik dus meteen gaan werken. Blijf toch niet zo achter? Ja, ja, maar jij nog. Ja, jij houdt zo. Oh, ik geloof dat jullie daar niet moeten. In de avonduur heb ik toen een cursus gevolgd voor diploma algemene handelskennis. Oh, jullie schrijden. Ja, wij schrijven. Oh, dat moet, hè? Ik schrijf met twee op zijn hoofd. En een half jaar geleden ben ik dus gekozen in de Tweede Kamer en ben toen gestopt in de bakkerij. Kijk uit, je loopt. Waarde makkers, toen bij de laatste Nieuw Links bijeenkomst mijn naam als kandidaat voor de Tweede Kamer genoemd werd, is er gevraagd of de genoemde kandidaten zouden kunnen laten weten of ze eventueel hiertoe bereid waren. Hierbij mijn antwoord. Natuurlijk aanvaard ik alleen een Tweede Kamerzetel voor de PvdA als ik mij grotendeels met het programma van deze partij akkoord kan verklaren. Anders lijkt het mij zinloos om dit toch te doen. Als een ondersteuning van Nieuw Links voor mijn kandidaatstelling inhoudt dat ik het iedereen binnen Nieuw Links politiek naar de zin moet maken, of mij dit tot bepaalde wederdiensten in het persoonlijke vlak verplicht, dan verzoek ik jullie beleefd mijn kandidatuur niet te steunen, want hiertoe ben ik niet bereid. Misschien het leukste voor jullie dat we hier tussendoor gaan. Ja, dit is wat je altijd op de televisie ziet. De beruchte. Waar ze tussendoor komen, ga je gang maar. Zoals iedereen weet voel ik mij verbonden met de mensen in de saneringswijken en ik zie mezelf dan ook namens die groepen het liefst gekandideerd. Dit is dus de regeringstafel. Ook ben ik van plan dan in dezelfde buurt te blijven wonen als nu, zodat het contact dat ik nu bezit niet verlies. Mijn werk in de werkgroep De Pijp wil ik ook voortzetten.
Als dit alles jullie de conclusie geeft mij toch te steunen, dan zal ik die steun graag aanvaarden. Groeten, Jan Tjeef. Ik ben hier in de Kamer terechtgekomen als consequentie van het werk wat ik in de wijken gedaan heb. Ik vind, als je vindt dat dingen niet deugen, als je vindt dat er onrechtvaardige dingen gebeuren, dan is het parlement een van die dingen waar dat gezegd moet worden en waar de rekening, en daar kan wat veranderd worden aan die dingen. Het kabinet heeft in de begroting 1972 op bepaalde punten duidelijk accent gegeven aan uitbreidingen en initiatieven die het nodig acht. Om dit mogelijk te maken moeten anderzijds ook een aantal beleidsombuigingen plaatsvinden. In de Kamer ga ik dus stationeren. Grootopruiming, huurproblemen en contact met actiegroepen. Mijn vader betaalt verschrikkelijk hoge huur. Maar die aanrecht, daar komen de wurmen uit. Nou, het is verschrikkelijk. En achterop laat zie je dat hek is helemaal verrot. Nou, en de muren zijn helemaal zwart. Nou, verschrikkelijk. En de ramen sluiten niet. Dan nog huurverhoging te betalen, dat vind ik schandaal. In een krant las ik dat de minister op een gegeven moment zou hebben uitgeroepen: mijn God... Hoe kunnen mensen zo wonen? Zonder de toevoeging van de eerste vier woorden, meneer de voorzitter, juist. Is het juist. Ik denk toch wel dat die van ons af is. Nou, dat mooi niet hoor. Dat reken maar dat we hem grijpen zullen hoor. Meneer de voorzitter, ik hoop om der wille van de zaak dat over zoveel jaar de betrokken mensen niet behoeven te klagen. Mijn Udink, waarom heb je ons zo laten wonen? Ze dan ook die eerste woorden eraf laten, is het goed, voorzitter. Als u het andere ook goed doet, vind ik het. Het woord is aan de heer Scheffer. In de verkiezingstijd werden de oude wijken plotseling door de woningbouwexperts van de rechtse partijen ontdekt. Een KVP-delegatie schrok zich rot bij een bezoek aan de Kinkerbuurt. En minister Udink is, nadat hij zijn middagboterhammetje op de Dam had opgegeten, zonder pruik, maar met opgetrokken broekspijpen de saneringswijken ingetrokken. Na de verkiezingen... Dit is niet juist, u bent verkeerd ingelegd. U moet de foto's eens bekijken. Na de verkiezingen... Nog wel eens, maar toen is het niet gebeurd. Ik doe dat altijd na de verkiezingen. U bent niet bij de verkiezingsstrijd in Amsterdam in saneringsbuurten geweest? Nee. Ik doe dat na de verkiezingen. Na de verkiezingen... Vond u het nou erg of niet erg dat de regeringspartijen vertegenwoordigers voor de verkiezingen die buurten bezochten? Nee, ik vond het best, maar wat ze daarna doen, daar kom ik nu op. Ja. Na de verkiezingen verwachten wij wel natuurlijk enige hartroerende verhalen over de woningallende in deze wijken. Maar bij woorden is het alleen gebleven. Mensen zijn best bereid om een paar gulden meer huur te betalen. Als ze er een douchecel voor krijgen of een betere keuken. Maar bij die huurharmonisatie hoef je alleen maar meer huur te betalen. En aan onderhoud hoeft er niks te gebeuren. Daar zijn we het niet mee eens en daar voeren we actie tegen. En daar hebben we u bij nodig. U kunt zich vanavond opgeven als lid van de Partij van de Arbeid. Ik ben er niet, ik ben bezig met begroting volkshuisvesting, maar u kunt mijn vrouw bellen. Als u zich nu opgeeft als lid, krijgt u deze prachtige affiche thuisgezonden. Maar na enig heen en weer geschuif stond het inmiddels beëdigde kabinet keurig gerangschikt rond de koningin. Met premier Den Uyl en vicepremier Van Acht van Justitie en 16 staatssecretarissen. En u hebt op één staatssecretaris na het hele kabinet Den Uyl compleet. Dit is er een van 11 woningen in 4 panden die zijn gerehabiliteerd. En rehabilitatie betekent volgens staatssecretaris Scheffer verbetering van de bewoonbaarheid van verouderde woonwijken en de particuliere woningen daarin. Ja, er was toch een beetje een streven om in de 50er jaren om heel Nederland tot een soort eenheidsworst te maken vanuit het zogenaamde gelijkheidsbeginsel. Maar ik zat meer op de lijn van het gelijkwaardigheidsbeginsel. Dat je dus verschillen laat, maar wel probeert voor- en nadelen dan op een manier te mengen dat mensen zich daar thuis voelen. En dat bracht een hele nieuwe manier,
ja, voor mij niet zo nieuw, maar een nieuwe manier van het beoordelen van steden. En we hebben de wind natuurlijk wel zeer meegehad, omdat er ook allerlei professoren waren die ineens riepen dat steden toch economische motoren van de samenleving waren. En op die manier hebben we dus geweldig veel politieke steun gekregen voor die steden te gaan aanpakken. Maar in het begin was het heel moeilijk en werd er ook heel ingewikkeld over gedaan. Ik herinner me nog wel eens dat er mensen zeiden, die gozer is op straat aan het regeren. Ja, daar hoort een regering ook thuis. Gewoon met de mensen samen dingen gaan doen. Dat was de heel eenvoudige filosofie. En mijn debatten in de Kamer kwamen er ook op neer. Het zijn de onbekende plekjes. Hè? Nou, wat je hier nu ziet, dat zijn de woningen dus zoals ze waren. Aan deze kant van de straat. En aan de overkant van de straat zie je de woningen dus na de verbetering. Je ziet dat het nuttig vloeroppervlak, hè, dus waar je rechtop kan staan, stukken groter is dan dat je daar die kleine dakkapellen ziet. Je woning wordt gewoon groter. Maar wie maakt het zo duur? Allee, ja. Wil je luisteren, er wordt 50.000 gulden in vertimmerd, ja? Weet je de prijs van een nieuwbouwwoning? Nou, zou je die eens op een ton zetten? Weet jij nog een nieuwbouwwoning voor 130 gulden uur? Nee. Kun je nou gaan wat erbij leggen? De bewoners komen ook steeds met hogere eisen. Ja. En dat is natuurlijk mooi, maar ik heb nog steeds geen mijter op. Sinterklaas is al lang niet meer, die bestaat niet meer. Concrete vraag, of van de kant van het ministerie van Volkshuisvesting meer geld voor de wijkverbetering kan worden gegeven, is het antwoord nee. Dat kan niet, omdat de regeling zoals die is en die in het hele land zo geldt, optimaal is toegepast. U heeft de regeling zo opgezet dat u maar een zeer klein deel van de aanvragen kunt helpen. Ik weet dat het ongebruikelijk is in de politiek om toe te geven dat je in het begin een klein foutje hebt gemaakt. Dat hoor je niet te doen. Ik zeg dat hier en ik heb dat gecorrigeerd. Als dat ook al niet meer mag, meneer Drees, dan weet ik het niet meer. Dat mag uitstekend, dat mag uitstekend. Het is een beetje typisch. Nou, meestal word je herinnerd aan wat je in 48 gezegd hebt. Het gaat erom hier nu dat ik gezegd heb wie het eerst komt, wie het eerst maalt binnen die regeling. Omdat we wisten, en ik heb wel degelijk aangekondigd, mede als antwoord aan de heer De Beer, niet van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar ik heb wel gezegd, denk erom, die regeling kent zijn limiet in het bedrag wat we ervoor beschikbaar hebben gesteld. Dat betekent dat we met het maken van de regeling daar rekening mee zullen moeten houden. Ik zou graag van u willen vernemen dat het dan bij dit geval zou blijven, dat u dit niet zult gebruiken als motief om de volgende keer weer met een andere regeling te komen. Ach, waarbij ook geloofd wordt. U kent me toch, ik weet zoveel motieven te bedenken altijd om dingen die goed zijn te motiveren. Ja, u kunt nog ook wat dingen verwachten. Die slecht zijn kunt u goed motiveren. U blijkbaar. Kunt wat verwachten. Vooral op het ministerie. Ik zat daar met Gruyters en Van Dam. Dat is natuurlijk ook een koppel geweest waar ze in het begin heel veel over geschreven hebben. Dat wordt een brandhout, dat wordt niks. Die gaan elkaar de nek omdraaien en dat is mislukt. Want we hadden ontzettend plezier met elkaar. We hebben wat afgelachen op het ministerie. Ondanks alle moeilijke situaties die we wel eens hebben meegemaakt. We waren heel verschillend. En dat is misschien wel eigenlijk het geheim geweest van Joop, die ons bij elkaar heeft gezet, waarvan iedereen dacht dat moet fout gaan en er ook voortdurend op zitten wachten, maar het gebeurde maar niet. Eens kijken, ik weet niet hoe hoog je moet of dat er nog één onder moet. Moet je omhoog? Wat is dit nou precies? Hoort dit ook tot uw departement, zeg maar? Ik hoop het straks uit te leggen dat stadsvernieuwing ook hier in dit soort dingen moet gebeuren. Maar dit is geloof ik het eerste woningbouwproject sinds ik weet niet hoe lang hier. Sinds het dorp bestaat, is het de eerste woning met woning die hier gebouwd worden. Was niet uitsluitend het herstellen van de woonfunctie. De doelstelling was ook dat die groepen die het eerste recht hebben om in die binnenstad te blijven wonen, en dat zijn de mensen die ook de slechtste periode van die binnenstad hebben meegemaakt, om daar een antwoord op te geven. Een wethouder kan afbraakplannen tegenhouden, een buurt kan jarenlang vechten voor renovatie. Als puntje bij paaltje komt, is er maar één die beslist, en dat is het Rijk, in de persoon van Jan Schaefer, staatssecretaris van Volkshuisvesting. De voorzitter van het buurtcomité
is er niet in geslaagd concrete toezeggingen van de staatssecretaris los te krijgen. Duidelijk is in ieder geval dat deze de renovatiekosten aan de hoge kant vindt. Wat moet zo'n gemeentebestuur nu doen? In je vakantie het boek lezen. En na je vakantie met je directeur gemeente werken en met je raad gaan bepraten hoe je die zaak aan de gang zet. Wie is voor de verbetering van de woningen waar het hier om gaat? Ik geloof, dames en heren, dat we niet hoeven te tellen, maar ik wil ook vragen wie is er tegen? Uiteindelijk zal staatssecretaris Schäfer de beslissing nemen. En de inspraak van de bewoners, de mening van de bewoners, is natuurlijk iets wat zeer duidelijk gewicht in de schaal legt. Maar het is niet het alleen zalig maken. Dat betekent dat deze hele procedure kan leiden tot een onderzoek die zegt die woningen zijn verbeterbaar, maar dat er toch een ander besluit wordt genomen. Nou, dan hebben we de zaak verloren, dan hebben de bewoners het verloren en heeft de staatssecretaris het verloren, maar dan is de zaak tenminste duidelijk. Dag meneer Schäfer, wij mogen u namens het bestuur van de stichting de sleutel aanbieden van de Erasmusstraat 2. Zeg, mag ik hem eraf pakken en dan mag ik de deur openmaken, geloof ik, hè? Even kijken, hoor. Ja. Zeg, geweldig. Nou, ik zal de officiële daad dan nu gaan verrichten en de woning gaan openen. Ik hoop dat ik hem dan ook nog even mag zien. Ja, natuurlijk. Ja. Gaat u maar door. Ja, dit is wel. Zeg, tot ziens, hè? Ja, dank u. Zeg, kan je even de radio aanzetten voor het nieuws? De vergadering wordt hervat. Het woord is aan de minister-president. Meneer de voorzitter, ik heb de Kamer mee te delen dat hedenmiddag de 6 ministers van KVP en AR-partij hun ontslag hebben aangeboden aan de koningin. Ik kan alleen maar zeggen dat het voor mij als eerst verantwoordelijke voor het functioneren van dit kabinet de bitterste ervaring betekent in het werk dat ik als een opdracht zag en zie. Ik kies op de NL omdat ik vind dat we moeten voorkomen dat er een kabinet Wiegel van Acht komt die grote besparingen zullen gaan invoeren op de huursubsidies. Waardoor het wonen voor gewone mensen ontzettend duur gaat worden. We zijn eindelijk begonnen met een progressief volkshuisvestingsbeleid. Dat moet worden voortgezet. Maar waarom bouwen ze niet? Alleen maar omdat er mensen hier wonen die de huur niet kunnen betalen. Nee. Daar gaat het om. De kantoren worden er wel gemaakt. Worden er zat gemaakt. Nou, daar hebben we toch niks aan. Nee. Nou, die staan leeg. Laat ze die maar allemaal leeg laten staan. Er moet er één meer komen. Laten we dan maar in gewonen. Laat ze juist dan maar in gewonen. Wat nou gebeurt in de Ogemgebouw? Een gebouw wat al jaren leeg staat. Daar gaat nou de jeugd in omdat ze geen dak boven hun hoofd hebben. Ik vind het prima. En het is een schande dat ze zo'n gebouw leeg laten staan. Dat vind ik een schande. Ja, is het ook. Wat laat de jeugd aan die huur opbrengen? Jan Schäfer komt. Wat komt Jan Schäfer doen? Nou, ze hebben me gevraagd of ik hier in Amsterdam wil komen werken. En daar heb ik ja op gezegd. Maar denkt u dat u de problemen hier kunt oplossen? In mijn eentje? Absoluut niet. En ook niet in 4 jaar. Het debat gaat beginnen tussen de heer Goekoop, lijsttrekker van de VVD, en Jan Schäfer, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Amsterdam. Ik heb gehoord dat er een aanval is op het vorige regering. Wat de bouw betreft, ik zou toch erop willen wijzen dat in 1977 in Amsterdam een recordaantal woningen is gebouwd. 4.500 in de sociale sector. Dat is 1.000 minder dan gepland. Ja, maar dat zijn de 4.500 wat in de naoorlogse periode nog nooit vertoond is. Het staat niet dat een kantoor gebouwd moet worden.
En als dan dit omstreden plekje al zoveel jaar bevochten wordt, hoe haalt u het in uw hoofd om dan weer met een kantoor te komen? Als wij dat niet doen, dat we dan ook financieel fors over de brug kunnen komen. Dat is kennelijk een onjuiste onderhandelingspositie die u in. Dat maakt u niet uit. Dat maak ik wel uit, omdat u een onderhandelingspositie... Omdat ik daartoe gemachtigd was. Natuurlijk. Nou, terecht. Maar u gaat de onderhandelingen in een ondergeschikte positie. En dat is een beetje stom. Dat zal u aan de uitkomsten wel merken. Of nou, dat blijkt. Anders is... Het kapitaal wordt weer verdedigd. Ja, je moet je natuurlijk afvragen, hè, hoe komen mensen tot kraken en hoe krijgen ze de mogelijkheid om te kraken? Nou, je krijgt alleen maar de mogelijkheid als bijvoorbeeld woningen lang leeg staan. En dat is ook eigenlijk het, zoals ik dat zie, het onmaatschappelijk gedrag. Dus je weet dat er een groot tekort is aan woonruimte en dan vaak om speculatieve redenen dat maar toch maar leeg te laten staan, terwijl er zat mensen zijn die er graag in willen wonen en hun huur voor willen betalen. En voor onze derde bijdrage van vanavond gaan we overschakelen naar parlementair redacteur Marcel Bruins, die met de Amsterdamse wethouder Jan Schaefer praat over een boekje dat deze met enkele anderen geschreven heeft over een plan om de grote steden van de verpaupering te redden. Ja, hier heb ik dat boekje, Plan voor de Steden. Het kost een tientje en het is vanaf morgen in de boekhandel te koop. En er staat onder andere het volgende in. We kunnen de steden redden van de ondergang. We kunnen het platteland behouden. We kunnen de industrie uit het slop trekken. We kunnen de werkloosheid verminderen. We kunnen de huren verlagen. We kunnen de parlementaire democratie tegen uitholling beschermen. Tot deze conclusies komt de Amsterdamse wethouder Jan Schaefer. Het is gewoon politiek gelul, want echt wat voor ons doen, doen jullie nooit. Dat is helemaal absoluut geen politiek gelul. De woonfunctie wordt versterkt en je kan er ook nog werken. En in Amsterdam is het heel gebruikelijk, kijkt u maar in alle buurten, dat er een menging is van wonen en werken. En aangezien ik nog steeds geloof in een maatschappij waarin je met werken ook nog wat moet verdienen, om bijvoorbeeld te kunnen wonen, moet werken ook kunnen. En niet alleen buiten de stad, maar ook in de stad. Nou is er gepraat over het wordt zo duur, het kan goedkoper. Nou, daar heb ik ook over nagedacht en daar heb ik dus dat plan gemaakt om de pensioenfondsen en beleggers eerst te vragen, als ze dat vrijwillig willen, met de mensen die hun geld daar belegd hebben, discussies voeren. Dan een wettelijke regeling maken, dat niet de een het wel doet en de ander niet, tegen een lagere rente dan de marktrente. Dan gaan de huren naar beneden bij gelijkblijvende subsidies, want terecht, zegt Bierman, er is niet meer een situatie waarin die subsidies maar steeds omhoog kunnen. Ja. Nou, dan moet je dit soort zaken doen. Ja, als je tenminste de volkshuisvesting extra prioriteit wil geven. Meneer Schaefer, hebben de gemeenteraadsverkiezingen een landelijke betekenis, vindt u? Ja. Het zal zeker deze keer, nu vlak na de gemeenteraadsverkiezingen, landelijke verkiezingen zullen zijn, zal iedereen woensdagavond gaan meten wat het voor de Tweede Kamer zou betekenen. En wat het voor de landelijke politiek gaat betekenen. Overigens, meestal als er gemeenteraadsverkiezingen zijn, zie je door het hele land heen allerlei landelijke politici ineens aandacht hebben voor de gemeente. Ja. En ik zie dat Lubbers bijna in 700 gemeentes kandidaat wethouder is en Van Mierlo ook. En, terwijl ik het idee had dat Lubbers toch genoeg snabbels had. Opnieuw onder leiding van minister-president Lubbers poseerde vandaag met koningin Beatrix op het bordes van Paleis Noordeinde in Den Haag. Wat gebeurde? Nou, de nieuwe ministerraad 's morgens, de zogenaamde... Jan
Jan Schaefer is er volgend jaar in Amsterdam niet bij. Hij wil het nu weer nationaal gaan maken. Hij zegt ook in Den Haag blijft Mokum nummer 1 voor mij. Dus Amsterdam hoeft mij niet kwijt te raken. Ik zit niet achter het baantje van minister aan. Maar wij zijn heel toevallig niet van gister, Jan. Maar hoe dan ook, ik wens je vast voor straks het ga je goed. En zeg je goeiedag, zoals een Amsterdamse doet. Nauta Bea, ik groet je van heel Amsterdam. En mocht het niet zo heel erg lukken in de hand, Mokum sluit je in zijn armen. Het is een stadje van erbarmen. Als je terug wilt komen, ja, je weet het graag. Wat de reden ook zou zijn, dat je wegging van het plein. Het maakt niet uit, Jan. Maar voor Mokum is het fijn. Na het wethouderschap bent u die kamer weer ingegaan. Ja. Ten einde wat? Omdat je merkte dat een hele hoop dingen in de kamer werden beslist. Die veel beter op gemeenteniveau beslist kunnen worden. En toen dacht ik, nou, dan ga ik weer terug om dat eens daar duidelijk te maken en proberen daar wat aan te veranderen. Is het gelukt? Slecht. Omdat in de eerste plaats mijn gezondheid me toen in de steek liet. En in de tweede plaats, ik had natuurlijk hele vervelende dingen tegen mensen geroepen. En nou, die lieten toen wel even blijken dat ze het niet zo prettig vonden dat ik terug was. U bent er gewoon een beetje terzijde geschoven? Nee, dat, mij terzijde schuiven lukt niemand. Nee? Maar ze hebben het me zo onplezierig mogelijk gemaakt. Dat is iets anders. Sociale vernieuwing, het kernpunt van het derde kabinet Lubbers, lijkt vanuit het praatstadium in het doe-stadium te komen. Die taak rust op de schouders van Jan Schaefer. Ex-wethouder, ex-staatssecretaris, ex-kamerlid. Hij is projectleider sociale vernieuwing en hij is hier. Meneer Schaefer, goedenavond. Goedenavond. Ik ging om gezondheidsredenen de Tweede Kamer uit. Als je dan weer terugkeert in het arbeidsproces, is het dan wel verstandig om zo'n zware klus aan te nemen? Ja, je moet wel bepaalde dingen in de gaten houden, maar mij de hele dag thuis neerzetten is nog veel gevaarlijker. U bent bijna een extra minister geworden in dit kabinet. U gaat over de sociale vernieuwing. Ik ben in ieder geval de goedkoopste. Kunt u in twee regels uitleggen wat het is, sociale vernieuwing? Dat iedere mens stelt, maar dat ook iedere mens aangesproken moet worden in die samenleving. Dat we daar behoefte aan hebben, dat we dat willen. En dat we erin geloven dat als we mensen serieus nemen, dat van onderuit kwaliteit kan leveren. Iets wat de moeite waard is. En als ik nou goed naar mezelf geluisterd heb, dan heb ik het woord sociale vernieuwing nog niet in de mond genomen. Maar in feite hebben we het daar wel over. Dat u een van de politici bent geweest die dit hele bouwwerk heeft gecreëerd. Ja. Bent u ook zelfs een van de ontwerpers? Ja, van. Precies. Nou, nu moet die weg terug afgelegd worden. Want we hebben gezien dat het veel te duur wordt. Dat het vaak ook bij de verkeerde mensen terechtkomt. Nee, dat weet individuele huursubsidie kwam heel goed terecht. Waar het om gaat is dat die centjes kabinet terechtkomen, ja, op de plek, tuurlijk, waar de problemen ontstaan. Maar wacht, nou, luister, en laat maar ik heb door die een bureau gemeente waar geen cent op ligt. En ik ben geen ambtenaar. Dat moet je nou eens goed in je horen knopen. Ik adviseer het kabinet. Je bent gewoon een uitkeringstrekker. Ja. Kom je er ook eens een tegen? Maar wel heel duur. Hoe komt u daarbij? Wat zegt u, professor? Nou, goed, dan gaan we even op. Daarmee even is verder niks gezegd. Nee, maar even doorgaan. En ik vind dat het potje uit Den Haag weg moet. Rechtstreeks naar die gemeentes moet gaan. En die gaan met bewoners overleggen hoe ze dat extra geld gaan inzetten, ja, voor bestrijding van criminaliteit. Of, en dan niet precies wat justitie altijd wil, of op een andere manier inzetten, waardoor, ja, de veiligheid toeneemt. Want dat is een hoge issue bij de mensen, hoor. Veiligheid. Dat is toch precies, ja, waar het om gaat. Dat is namelijk dat er iets bedacht wordt van, we gaan allemaal dat geld steken in sociale vernieuwing. En als je het dan vervolgens bij de departementen gaat halen, bij de ministeries, dan wordt er gesputteld, nee, ja, maar wij doen van zo'n. Maar dit is geen sociale vernieuwing. Ja, maar het kabinet heeft besloten dat het wel sociale vernieuwing is. Ja, nee. Even het gaat, waar het niet. Schaefer zit nou wel heel flink te doen. Maar voorlopig is het wel zo dat al die centjes die naar die gemeente toe moeten voor sociale vernieuwing niet
vanuit Den Haag naar die gemeente worden gebracht. Daar zit meneer Schäfer tussen. Nee, je ziet het niet tussen, jongen. Je gaat een afspraak maken. Je gaat een convenant sluiten met de gemeente. En in dat convenant wordt bepaald wat er wel of niet kan gebeuren. Professor, met andere woorden, even helpen voor meneer Linschoten. U bent dan misschien... Meneer Linschoten, nee, nou even professor. Wat doet u dan? Er is een convenant gemaakt door de bewindslieden. Die is naar de gemeentes gestuurd. Er was veel kritiek op. Ik ben adviseur. Ik heb gezegd, die gemeentes hebben gelijk. Toen is die convenant teruggebracht van 66 pagina's naar 6. Maar het is een convenant gebleven. Nee, ja, het is een convenant. Die heb ik niet getekend. Die hebben de bewindslieden getekend. Hier, en de gemeentes... beleid te verdedigen. Wat zit ik? U zit hier dat beleid te verdedigen. Oh nee, ik val vaak meer aan als u. U bent inderdaad geen minister. En het is de ministers. U heeft mij jaren in de Kamer gekend. Of ik nou regeringspartij of oppositie. Ik zei gewoon wat ik vond. Ja, maar het gaat erom. Juist, hier en dan beleid... moet je ook eens een keer leren. Ja, maar het gaat hier om de vraag. Het gaat erom dat... En er wordt een beleid gevoerd. Ja. Wat door die bewindslieden wordt afgesproken. Ja, wat zij in de Tweede Kamer verdedigen. En niet al die prachtige verhalen die u hier houdt. Ja, waar het mij in de eerste plaats om gaat bij sociale vernieuwing is dat achterstandsgroepen in staat worden gesteld om op een normale manier deel te nemen in het maatschappelijk verkeer. Dat betekent in de eerste plaats een goede kans op de arbeidsmarkt. Daar moet je die sociale vernieuwing volledig op concentreren zijn. Laatste ronde, korte vraag aan vier mensen. Meneer Fortuyn, stoppen met sociale vernieuwing of niet? Ach, we hebben al zo'n nee-cultuur in dit land. Ik zou meneer Schäfer graag een kans geven. Maar dan moet hij wel gesteund worden door de politiek. En dat gebeurt op het ogenblik volstrekt onvoldoende. En ik had dat graag van hem gehoord. Dat die dalers nou eens een keer flink van stal moet komen. Meneer Schäfer, doodgeboren kindje? Nee, ik vind van niet. En dat mag ook niet gebeuren. Er zijn twee bezuinigingetjes die hebben bij WVC moeten plaatsvinden. En die zijn gezamenlijk 16 miljoen. Tegen het beginbedrag is dat nou toch niet iets waarvan ik vind dat het land... in schreeuwen kan uitbarsten. Vreemd, vindt voorzitter Schäfer, want de sociale vernieuwing was ooit het boegbeeld van het kabinet Lubbers 3. Maar ik wil eindigen waarmee ik begonnen ben. Ik ben absoluut optimistisch over dit proces. Je voelt aan dat deze stijl van denken, praktisch, een beetje dicht bij de grond, een beetje à la Schäfer zou ik zeggen, dat gestalte aan het krijgen is. En dat moeten we gewoon doorzetten. Vanuit hier de ruimte laten en aan de voet vooral, misschien nog belangrijker, die ruimte gewoon nemen en invullen. Een nieuwe kerngroep van gemeentelijke bestuurders gaat het werk overnemen van de commissie Schäfer, namelijk het opzetten van de sociale vernieuwing. De commissie Schäfer is vanavond opgeheven. Ze heeft haar taak volbracht, aldus minister Dales. Heeft u het gevoel dat u in die politiek serieus genomen wordt? Oh, dat weet ik niet. Dat zal verschillen. Vraagt u zich dat wel eens af? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Ja, ik weet niet. Dat zal van persoon tot persoon verschillen. Er zijn natuurlijk mensen die vinden het misschien onzin wat ik zit te doen. Nou, dat moeten zij dan weten. Ja. U bent ziek geworden? Ja. Wat is dat eigenlijk voor ziekte? Nou, gewoon. Ik bedoel, ik ben afgekeurd. Dat is geen ziekte afkeuren, dat is een... Nee, goed, maar het is mijn gezondheidstoestand liet niet meer toe dat ik dat werk op de manier bleef doen zoals ik het wou. Ja. Nou, dan ben je afgekeurd. Vindt u het gênant om erover te spreken? Over die nee, maar ik heb er geen zin in om er hier over te spreken. Maar goed, u bent dan neem nu... Neem maar een andere WHO voor, misschien dat hij dat beter kan vertellen. U bent de WHO'er nu? Nou, ik zit in een andere wet, maar het is vergelijkbaar. Ja, ja. Een restcapaciteit bent u? Ja, zo noemen ze dat, ja. Die arts heb ik toen over dat bureau heen getrokken toen hij dat zei. En is die nu ook in de WHO? Dat weet ik, nee. Ja. Maar het is wel de soort teksten waar je dan mee benaderd wordt, waar je razend over wordt. Ja. Het is wel griezelig hè, als je gezondheid je toch in de steek laat en je nog veel wil doen. Nou, dat is vervelend soms. Maar goed, ik bedoel, het is nou helemaal zo. U weigert er verder kennelijk aan toe te geven. Dat heb je goed door. Wat doe je tegenwoordig eigenlijk? Ik werk op een bureau wat projecten doet in de binnenstad of in de Spaardammerzeeuwelde-buurt. Wat voor projecten zijn het? Nou, ik ben nu bezig met een verbouwing van de graansilo's. En de bedoeling is, wij worden betaald als bureau wat we leveren door de belegger die betaald had. Daar verdienen we op en dat stoppen we weer in projecten in de buurt. Waar in het begin bijvoorbeeld verliezen zijn, terwijl dat toch heel belangrijke projecten voor die buurt zijn. Bureau de Realiteit heet het? Ja.
Je bent ondernemer geworden. Nou, wij moeten gewoon als een ondernemer dingen leveren. Had je dat ooit gedacht dat je nog eens ondernemer zou zijn? Ja, dat hebben mijn ouders altijd gewild hebben. Die hadden een bakkerijtje en die vonden dat ik die zaken over moest nemen. Dus ze hebben me altijd geprobeerd ondernemer te krijgen. Hoe was het toen op je 28e om in die Tweede Kamer te komen? Dat was heel vreemd. Ik was er nog nooit geweest. Je was daar nog nooit geweest? En ik had een betrekking in een bakkerij. En ik heb 's morgens nog in de bakkerij mijn werk moeten doen. Mijn sloof afgedaan. En naar huis gereden, mijn goede goed aangetrokken. Wat ze in Den Haag mijn goede goed niet vonden. En ben toen naar Den Haag gereden en werd beëdigd. Toen je Tweede Kamerlid geweest bent, ben je dus staatssecretaris geworden van Volkshuisvesting. Ja. Samen met Marcel van Dam onder minister Gruijters. Ja. Heb je het gevoel dat je als staatssecretaris ook politiek kon bedrijven dus? Ja, er stond altijd in de krant dat ik op straat regeerde. Ik zat niet veel achter mijn bureau. Omdat ik wist dat het in de gemeentes en in de wijken moest gebeuren. En ik vond dat ik daar mijn informatie vandaan moest halen. Kijk, ik kreeg schitterende rapporten van mijn ambtenaren, wat er allemaal aan de hand was. Maar als ik zo'n wijk inging en de verkeerde deur inliep, of op een zaterdagmiddag gewoon ging winkelen, kreeg ik van die mensen informatie die in die stukken niet stonden. Deed het kabinet en dat vaker, de andere leden ook? Ik heb het heel veel gedaan, omdat ik vond... En die andere leden, deden die dat ook? Ja, die hebben een hele hoop hebben daar aan meegedaan. Nou, dat is dus helemaal weg. Dat is helemaal weg. En je ziet alle voorbeelden om je heen, dat die bestrijding die we hebben gedaan van de bureaucratie, hè, dus haal het uit zijn handen in Den Haag. Dus dan moet je ook minder mensen neerzetten. Geef het aan die gemeentes die dicht bij de mensen. En schakel de mensen in het zoeken naar oplossingen van hun eigen problemen. Want daar hebben ze soms heel goede ideeën over. Dat het allemaal weer teruggezogen wordt. Dat die hele boel wordt weer teruggehaald. En die ministers verzetten zich daar niet tegen. En dan heb ik één stelling. Ik weet, dat maakt me niet populair in Den Haag. Er zijn niet te sterke ambtenaren. Dan zit er een zwakke bestuurder boven. Die of de bevlogenheid niet heeft. Die er dus meer zit van als een soort, nou ik moet het ministerie managen. Mm-hmm. Terwijl ik denk dat het is een politieke functie, je moet een management aanpakken, maar je moet ook iets van waar je voor staat. Wat vind je tot nu toe de mooiste periode uit je politieke carrière? Wethouder in Amsterdam. Denk je wel eens over de oude dag, ouder worden? Nee. Ik heb altijd me voorgenomen, liever woest 40 dan lullig 80. En ik ben nu 52, dus ik zit eigenlijk meer na te denken wat ik allemaal vergeten ben. Schrijver is eigenlijk 106 geworden. Bij alles wat hij aanpakt, wat hij ook deed, bracht hij 2 maal meer tot stand dan welk ander mens ook in eenzelfde tijdsbestek. Namens Mokum, dank je wel, Gabber.